Albert Hanemeyer van het planbureau ook. Kom er even bij, Albert. Kan je ons eens meenemen in circulair en wat het nu is? Absoluut. Wat verstaan we nou eigenlijk onder een circulaire economie? Wat betekent het als je grondstoffen centraal stelt in beleid in plaats van afval? Welke hindernissen kom je dan tegen? En ook belangrijk, wat kun je daar vervolgens als overheid aan doen om die belemmeringen op te heffen? Waarom willen we nou die circulaire economie? Nou, dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. Die lineaire economie, dat is een take, make, waste verhaal. Dus je haalt iets uit de natuur, je maakt er een product van en vervolgens gooi je het afval weer in de natuur. Nou, dat willen we niet meer. Dat doen we ook niet in Nederland, hè, want we recyclen heel veel. Maar wat willen we dan wel? We willen die ketens gaan sluiten. We willen zorgen dat we die grondstoffen in het systeem houden en dus ook daardoor veel minder grondstoffen nodig hebben in een circulaire economie. En dat leidt tot mooie nieuwe producten. He, ze worden inmiddels dozen gemaakt van tomatenstengels en papier uit olifantengras. Nou, je zou het zelf niet verzinnen, maar het gebeurt echt al een tijdje. En met succes, kan ik u vertellen. Nou, die transitie die vergt nog flinke investeringen en het overwinnen van diverse belemmeringen. Nou, dat kan gaan om gevestigde belangen die er zijn, bepaalde structuren die er al zijn. Maar het kan ook economisch of maatschappelijk zijn. Ik noem er nu twee heel kort. De bestaande regels zijn vaak nog gericht op het beheersen van het probleem. Dat geldt bijvoorbeeld voor het afval- en stoffenbeleid. Maar voor een circulaire economie is vaak ruimte nodig. Ruimte in regels. Ruimte voor experimenten om innovatie te bevorderen. Een tweede punt is dat de bestaande financieringsstructuur vaak niet aansluit bij nieuwe verdienmodellen. Daar komt Linda Dokter zo ook nog op terug. Ik ben adviseur voor bedrijven en overheden op het gebied van klimaat en circulaire economie. En een van de bedrijven waar ik mee samenwerk is Dutch Spirit. Dutch Spirit is een klein bedrijf, maar groeit snel. Van 2 mensen naar 4 mensen, van 1 vestiging naar 5 vestigingen en van 2 activiteiten naar 3 activiteiten. 1 is duurzame maatkleding, vooral voor heren, maar ook mooie dames Colbert. Het tweede is een circulaire stof voor werkkleding. En dit is eigenlijk het belangrijkste product waar ik vanavond iets over wil vertellen. Daar komt ontzettend veel afval bij vrij. En dat komt eigenlijk omdat het een mengsel is. Onze huidige werkkleding, en dan moet je denken aan zorgkleding, kleding in garages, laboratoria, plantsoenendienst, wegwerkers. Het bestaat uit een mengsel van polyester en katoen. Nou, katoen heeft een ontzettend grote ecologische voetafdruk. Veel pesticidengebruik, veel watergebruik. En het is dus vermengd met polyester. Het is geen monomateriaal, daar kom ik zo nog op terug. Wil je hier iets mee doen, dan zou je het eigenlijk uit elkaar moeten halen. Dus Dutch Spirit heeft gezegd, hè, waarom afval produceren als het toch wordt weggegooid. En kwam uit op een werkkledingstof van een monomateriaal, namelijk polyester. Polyester klinkt heel zweterig en plakkerig, maar dat is het niet. Het is met de nieuwste technieken op zo'n manier geweven dat het voelt als katoen. Het ziet eruit als katoen. Maar wat belangrijk daaraan is, is vooral ook voor ons dat de mensen het ook als comfortabeler zelfs ervaren als wat ze op dit moment dragen. Dat is ook heel belangrijk voor het marktperspectief. Richting geven en ruimte maken, daar wil ik wel een opmerking over maken. Want ik vind het ontzettend goed dat er richting gegeven wordt aan deze aanbestedingen, moet ook gebeuren. Maar laat voldoende ruimte. Maak gebruik van doelvoorschriften, niet van middelvoorschriften. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Wij zijn een aanbesteding tegengekomen waarbij men vroeg om het hergebruiken van bestaand textielafval in het nieuwe product. Daar konden wij helemaal niks mee. Want we hebben juist die stof ontworpen op de circulaire economie en we wilden weg van dat mengsel waarvan wij denken dat het alleen maar, hè, je kunt het hergebruiken, recyclen, maar uiteindelijk komt dat toch weer in het afvalstadium terecht. We moeten echt anders gaan denken. We moeten aan het begin van die cyclus gaan zitten. Denk niet vanuit het afval, niet meer van afval naar grondstof, is gelukkig ook een oud rapport, maar van grondstof naar grondstof. Die kringlopen moeten echt gesloten worden. Het moet echt circulair zijn en dat is niet alleen maar recyclen. Ik denk dat we daar met z'n allen ons best voor moeten gaan doen. Dank u. Fantastisch, dank.